Gratis bijles voor kinderen van het UMCG zorgpersoneel. Dit is een initiatief van Stichting Thuis Basisonderwijs in Bijum. Met deze actie wil de stichting het zorgpersoneel bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis. Marcel Kuiper, vader en assist in het UMCG, heeft zich gelijk aangemeld. Mijn oudste dochter maakt daar gebruik van. Die heeft door tijdens de coronatijd wat achterstand opgelopen. En dit is natuurlijk een hele mooie aanbod om extra ondersteuning te krijgen. Ze heeft gisteren haar eerste bijles gehad. En? Nou, ze vindt het fantastisch. Een groot succes dus. Marcel kan het gebaar van Stichting Thuisbasisonderwijs dan ook ontzettend waarderen. Ik vind het een heel goed initiatief. Nou, ik las het toevallig thuis op het coronanieuws dat we elke week krijgen van het UMCG. En toen heb ik me direct aangemeld. Dus want ik vond het gewoon fantastisch. Marcel denkt dat door de hoge werkdruk van het zorgpersoneel dit initiatief dan ook precies op tijd komt. Veel mensen zijn natuurlijk wel extra gaan werken in de coronaperiode. Waardoor toen ook de scholen dicht waren en thuis minder begeleiding kon geven bij thuisonderwijs. De bijlessen gaan in ieder geval nog een tijdje door. Ze doen het nu voor een periode van 4 maanden. En afhankelijk van de sponsoren die ze binnenkrijgen, wordt het misschien nog verlengd. Dus ze zijn erg afhankelijk van sponsoren zoals bedrijven die geld erin steken of gemeentes. Nog even afwachten dus. In de tussentijd gaat de dochter van Marcel enthousiast verder met haar bijles.